Twee jonge ondernemers, gewaagd. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, dat kwam eigenlijk bij Henry vandaan. Die had het idee om dit op te starten. Maar ja, Henry is wat meer technisch en die had het plan allemaal klaar liggen. Maar alles eromheen, dat was nieuw voor hem. Nou, en dat heeft hij bij mij voorgelegd en samen zijn we eigenlijk gaan onderzoeken van is de markt voor en is het een goed idee? En dat is eigenlijk zo gaan lopen. Hey, moet je luisteren, Henry die is technisch en jij bent zakelijk. Ja, ik heb hiervoor wat zaken gedaan met sales marketing, kwam voor in mijn beroep. Dus die kennis neem ik eigenlijk mee voor nu. En wat heb je voor die tijd gedaan? Ik was accountmanager bij een uitzendbureau. Dus dan ook veel het verkopen en het praten en dat soort dingen wat erin zit. Maar ook zelf de marketing inrichten. En dat doen we nu eigenlijk natuurlijk ook, hebben we dat hard nodig. Dus... Ja, ik hoor het, want je hebt eelt op je lippen. Ja. Hij wel, ja. Ik niet. het idee komt bij jou vandaan. En de installatie, heb je die, is dat bestaand of heb jij die mede helpen ontwerpen? Nou, dit is een tweedaanse installatie, dus deze hebben we overgenomen van andere bedrijven. Er zitten geen nieuwe technische snufjes aan? Nee, op dit moment niet. Dat komt straks misschien nog wel een keer. Mocht er in de toekomst een andere auto komen, dan gaan we die zeker beter maken dan deze. Want deze auto hebben jullie tweedaans gekocht? Klopt. Dus een bestaande... Ja. We hebben wel wat aanpassingen aangedaan, dat wel. Want je moet zachtjes beginnen, hè? Ja, rustig opbouwen. Ja. Ik ga jullie even volgen zo meteen op jullie route. Nou, leuk. Kijk hoe dat werkt. Helemaal goed. Adriaan, hoe zit dat nou? Eén keer in de vier weken kom je de container schoonmaken. De ene week de groene. Ja, en dan over vier weken is de groene weer aan de beurt, of hoe zit dat nou? Ja, inderdaad. Voor elke container geldt afhankelijk van één keer per vier weken komen we hem reinigen. Dus dat betekent als je twee containers hebt, dat je twee weken achter elkaar een reiniging hebt, dan weer twee weken niet. En dan gaat de volgende cyclus eigenlijk weer werken. Oké, dus vandaag de groene container, volgende week de oranje container, ja. Dan twee weken niks en dan het spelletje overnieuw. Klopt. Ja.